Nee, wacht, kijk, ik ben Lucinda. Het is een nieuwe dag, het is een nieuwe vlog. Ik ben alleen op een andere plek dan anders. Je ziet een witte muur achter me. Ik zit in een hoek, dus kijk, daar is een muur en daar is een muur. Maar ik ben momenteel op het werk. Ik zit alleen op kantoor, dus vandaar. Ik laat jullie helemaal niks van kantoor zien. Ik ben ook expres in deze hoek gaan zitten, want dan zie je tenminste niks van het hele werk en klantgegevens en weet ik het wat allemaal. Dus vandaar. Ik ben dus een ochtendje bezig op kantoor. Vervolgens ga ik vanmiddag naar de inpak toe en mag ik lekker de hele dag werken. Ik ben er vanmorgen om 6 uur uit gegaan. Ben om half 7 op de fiets gestapt. En was om 7 uur, nou, 7 uur hier. Heb dus heel even opgestart en ben nu de telefoon in de gaten aan het houden en de mails in de gaten aan het houden. Mijn collega's van kantoor zijn namelijk allebei met vakantie. Dus ik mag het vandaag of deze week eigenlijk. Het is één weekje dat het waarschijnlijk drama gaat zijn. Ik doe tussen haakjes, want ik weet het natuurlijk niet. We zullen het allemaal wel zien hoe het gaat. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. Mochten er nou hele dringende vragen zijn of wat dan ook, kan ik ze altijd storen. Maar ik vind het altijd zo vervelend om iemand te storen terwijl die vakantie heeft. Dus probeer het niet te doen. En tot nu toe is het gelukt. Het is pas de eerste dag, maar tot nu toe is het gelukt. Dus ik ga nu lekker mijn ochtendje op kantoor spenderen. En ik zie jullie nadat ik klaar ben met werken. Wat waarschijnlijk dus rond een uur of 6 pas gaat zijn. Kortom, ik weet niet hoe deze vlog zich gaat ontwikkelen. Ik weet niet hoe lang deze vlog gaat zijn. Ik weet in ieder geval wel dat ik vandaag een werkdagje heb gehad. Of voor de boeg heb nu. Maar als jullie dit hebben gezien, als jullie dit kijken, heb ik die natuurlijk al gehad. Dus we maken er een mooie dag van. Het is in ieder geval mooi weer. Dus dat scheelt in ieder geval. Intussen ben ik terug van het werk. Hebben we net heel even gegeten. En is Rick nu de bandenspanning aan het controleren? Of dat gaat hij nu doen? Geen idee. Hij wil dat ik meehelp. Ga ik niet doen. Ik heb een hele dag gewerkt. Ik ben er 12 uur erop zitten. Dus goede werkdag. En ik ga nu nog heel even chillen. Even rustig aan doen. Vermoeidheid staat namelijk op dit moment best wel hard in. Zolang je bezig blijft, is er niks aan de hand. Wanneer je gewoon gaat zitten en gaat eten, gaat het verkeerd. Dus op dat moment zit ik nu een beetje. En ik hoop dat het meevalt. Want ik kan nu geen powernap gaan doen. Want als ik nu een powernap ga doen, dan kan ik vanavond weer niet slapen. Ik ben morgen wel vrij, dus dat is een voordeel. Maar ik ben een beetje moe. Dus ik moet even pas op de plaats. Even rustig aan. Ik was vanmorgen om 7 uur, kwart voor 7 op het werk. En ik ging om 6:30 terug naar huis. Dus super. Ik zie jullie straks als ik terug ben. Maar ik ga even deze dropnail hier buiten even helpen. Als het nog nodig is. Geen idee. We zullen zien. Hij is in ieder geval druk bezig. Oh, dat gaat net. Oh, oké. Tot zo. Het is nog donker, maar we hebben het rolwerk even omlaag gelaten. Omdat het anders veel te warm wordt op deze kamer. We zijn weer thuis. Ik heb me heel even gedoucht. Ik heb me heel even omgekleed. En we gaan nu gezellig beneden zitten. Dus ja, gewoon eens een gezellig avondje. Dus ik heb er zin in.